wil eerst even weer omkomen op het aanroende weekend. Geen sneeuw bij ons. Ja, en dan het orenpad van Nederland met volop oerlijst, maar op plekken zelfs 20 of 30 centimeter. En bij ons valt geen vlokje. Nou ja, een licht vlokje dan. En dat kind als een storing krijgt onder ons delgit. En dat scheelt misschien 50 tot 100 kilometer. Maar wij hadden dan wel het ijs dat we op reetrijden kennen. En dat hebben ze op andere plekken in Nederland weer net. Joen, en vannacht. Matig ons strenge vroosten kunnen kwartoe wijzen. Ik denk dat we op het verste loon uitkomen, zo tussen de min jochen en min 11 graden, zou ik best nog wel eens een graadje leger willen kennen. De leegste temperaturen in het oosten en het zuidoosten, op Arloon, ik denk min 4 of min 5. En de wind, die komt nog altijd in het zuidelijke richting, maar die ziet het staar gewoon meer en meer het zuidoosten op. Dat deelt verletter vannacht. En dan morgen hoe dat. We beginnen natuurlijk met die kans op glijdens, we beginnen met nou, toch redelijk wat zinnen. En we hebben het oerdaai oer matige of lichte frost. Zij is maar min 2 en min 5 graden. En in de joentiet, in de nacht, eerst nog flink opklarings, maar min 8 of min jochen. Maar dan staar gewoon wordt het bewolkt en let er in de nacht de eerste sneeuw. En dan moeten we ik nog even naar de wien, matig, en die komt uit het oosten mee. Fruitje, naar een waasje, maar sneeuw. Jawel, op de grens maar mildere lucht. En de temperatuur min 1, in de nacht nog min 2. Een stevige wind uit het oosten tot noordoosten mee. Een krachtige wind, ik denk al vrij krachtig op tongetje, maar sneeuw en rein. En op vrijdag hebben we het weer een sneeuwbuiken, maar in de nacht alweer 3 graden frost. En zal ik de Christ winter te brengen en misschien ook wel een paar sneeuwbuikers. We met de moon, maar weer even in het waasje.